Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb vanochtend Liam en Jordi al naar schooltje gebracht. Het ging niet van harte, want ze zijn vorige week natuurlijk ziek geweest. En denken ze, hey feest, yes, jippakee, ga niet meewerken. Ze waren wel allemaal eigenlijk, ze waren wel allebei op tijd. Daarna ben ik met Sammy naar de winkel geweest. Nu zit hij lekker fruitje te eten. Het is nog een beetje vroeg, het is 5:10. Maar hij gaf aan dat hij trek had. Dus krijgt hij lekker eten. En dat is hij gewoon lekker nou aan het doen. Was aangezet. 3 video's geëxporteerd. Noem je dat zo? Zodat ik ze dadelijk allemaal kan uploaden. Dus dat ga ik daar ook nog even doen. En dan gaan we zien hoe de dag gaat lopen. 12 uur moet ik Liam ophalen. 11:45. En om 2 uur moet ik Jordi ophalen. Dus ja, we hebben weer een normaal ritme, hoop ik. Hoop ik. We gaan het zien hoe het allemaal loopt. Dus Niels, die snoept graag. Die had snoep op leeg gemaakt. Ik heb hem weer gevuld. Tadaa. Kent u weer snoepen. Heb ik ook maar even gedaan. Meestal doe ik dat dan met wat in de aanbieding is. Dus de ene keer is dat in de aanbieding. De andere keer is weer iets anders in de aanbieding. Kijk ik altijd een beetje naar. Ik heb ook wel eens spekjes gehad dat die in de aanbieding waren. Dus toen heb ik spekjes erin gedaan. Nou ja, het is maar net wat ik op dat moment in de aanbieding zie ergens. Dat ik dat erin doe. Dus hebben we ook weer gedaan. Vandaag eten we gekookte aardappels met een hamburger en snijbonen. En ik moet minder dus ja dat of dus dat of dat dus gaan zeggen, want dat zijn wel echt stopwoordjes. Gisteravond mijn editen gemerkt dat ik dacht bij mij, jezus, ik zeg wel heel vaak dit, maar goed. Ik ga gewoon mijn huishouden verder doen. Ik heb lekker rust. Heb je jezelf nou door? Hè? Etter? Ik ging Liam ophalen. Alles was koekenij. Alles was prima. Alles was top. Ik kom hier thuis. Ik geef hem een fles. Ik doe zijn luier. En hij zit gewoon tot in zijn luier. Onder het zand. Hij zat helemaal in het zandbak had hij meegenomen, dat we het zo zeggen. Dus ik heb hem gauw zijn luier weer dichtgemaakt. Of in ieder geval een schone luier er aangedaan. Toen heb ik Sam naar bed gebracht. En heb ik Liam net even gauw onder de douche gezet. Want ik kreeg daar echt niet schoon. Dus dat is weer geregeld. Top, hij hoeft niet meer de douche in vandaag. Yay! Dus dat hebben we ook weer voor elkaar. Upload is bijna voltooid. Dus 3 vlogs deze week. Toppie, dan kunnen we weer goed beginnen. En Sam ligt nu dan op bed en ik ga even de bedden opruimen wat Sam heeft gemaakt en even eten. Het kind kan voort uit bed klimmen. Dus we treffen hem wel eens zo aan. Mama's bed slaapt ook veel lekkerder. Nou moet ik hem wakker gaan maken. Want we moeten Jordi ophalen. Liam is nog wakker, die is beneden aan het spelen. Thank you.
Jordi die gaat graag momenteel op de hortop. Neemt hij zijn tabletje mee en dan gaat hij de hortop. Prima. Ik vind Liam niet altijd even leuk, maar hè? Het is zoals het is. Ik ga zo dadelijk het vlees aanbakken en de aardappels schillen en aan het eten beginnen. En de chipjes weghalen voor het geval dat ze dadelijk geen honger meer hebben. En dan is er weer bijna tijd om te avondeten. Oh ja, en ik doe nog luiers tussendoor en nou, van alles en nog wat. Lekker knuffelen, jongen. Ja, lekker knuffelen met jou, hè. En Liam moet lekker spelen. En Jordi is lekker in zijn eigen wereldje. Nielsie is heel eventjes met Liam en Sam nog naar de winkel, want ik had nog, hier hadden ze geen melk meer. En ik heb altijd wel iets van pakken melk op voorraad, maar dat gaat echt binnen zo snelle tijd er doorheen. En ik zeg tegen Nielsie, ja, ik moet ook nog worstenbroodjes hebben. We hebben hier een Albert Heijn en een Jumbo op enigszins loopafstand, maar het is een kleine Jumbo. Albert Heijn zit dichterbij dan de Jumbo. Maar Niels die zei van ja, dan ga ik wel heel even gauw nog met Liam en Sam. Dus ja, Jordi zit beneden een filmpje te kijken. En als er iets aan de hand is, dan roept hij me op de Jordi manier. Dus dan weet ik precies van oké, ik moet nou naar beneden. Ik had nog even wat was op te vouwen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Even kijken, pyjama voor Jordi. Pyjama voor Liam. En dan leg ik gelijk ook de kleding klaar voor morgen. Pyjama's pak ik gelijk. Dan ligt dat allemaal klaar. En dan kunnen de kindjes daar naar bed. Dus ja, dat. Oh, zeg ik het weer, dus dat. Ik ga het even gaan opruimen. En zorgen dat ik alle kleren klaar heb. Dan kunnen ze daar lekker naar bed. Ik ben moe. Ik heb veel gedaan. Ik heb de koelkast gedaan. Ik heb al mijn was heb ik bij. Ik heb heel veel gedaan vandaag. Heel veel. Het was een productief dagje vandaag. Maar nu zorgen dat ik alles klaar heb liggen, zodat de kinderen zo naar bed kunnen. Een hele goede morgen. Liam en Jordi zijn naar schooltje toe. Sammy is fruitje aan het eten. En ik ga dadelijk even met Sam douchen. Ik moet zelf nog douchen. Sam die moet ook douchen. Liam is gisteren al gedoucht. Misschien dat hij vandaag ook weer moet. Maar ik heb even behoefte om lekker te douchen en ik ga Sam gewoon meenemen. Die gaat gewoon lekker spelen in de douche. Dus dat heb ik zin in. Doen we gewoon. Dan is hij ook lekker gedoucht. En dan hoef ik daar vandaag ook verder niet meer naar te kijken. Dus na zijn fruitje gaan we lekker naar boven. En dan gaan we douchen. Want op dit moment zijn mijn spieren eventjes heel erg ruk. Ik heb gewoon te veel gedaan de afgelopen tijd en mijn lichaam merkt dat gewoon. Dus ja, en dan neem ik zo even tijd voor mezelf. Het enige wat ik dan hoef te doen is maar één kind aan te kleden en uit de douche te halen. Dus het is allemaal zo gedaan, dus dat vind ik allemaal niet zo'n probleem. Dus dat gaan we doen. Die had ik even nodig. Sam is ook lekker gedoucht.
lekker schone kleren aan. Ik heb ook lekker schone kleren aan. Ik had zin in wat makkelijks vandaag. En altijd mijn joggingpakken aan. Sam heeft gewoon iets lekker makkelijks aan. Want die, als we daar Liam op hebben gehaald, moet hij toch naar bed. Dus ja, ik kan wel hem in van alles aanhijsen. Maar maakt niet uit. Dat. En ja, ik heb even iets anders aangetrokken. Is het even lekker. Dit is gewoon een legging. En dan heb ik gewoon een grote trui aan. Een oversized trui. En dan zit ik gewoon lekker, doe ik daar laarsjes erop. En dan is het ook weer klaar. Dus dat. Oh, zeg ik het weer. Maar goed. Ik ga even chillen. Ik doe niet zoveel. Moet ook kunnen. We hebben iets gedaan. We hebben hem opgehaald. Onze Jordi. Hij zit lekker chips te kanen. Heeft ook al gedronken. Liam ligt hier op de bank voor mijn neus. Sam die loopt hier rond. Ik zit nog heel eventjes een 10 minuten kwartier even op de bank. Dan ga ik even wat opruimen hier nog. En luiers doen, et cetera. Om 4:30 staan ze hier aan de deur om mijn tuinhoven op te halen. Want iemand die Niels kent, die heeft een bedrijfje in straten maken, noem je dat zo. Ik wil dat niet oneerbiedig zeggen. In ieder geval, hij doet van alles, zeg maar, met recht de tegels leggen en dat soort dingen. Dus hij weet al hoe dat moet. Hij is daar top in. Dus prima. Wij willen namelijk het zwembad. We hebben het vorig jaar hadden we hem zo staan, maar we willen hem zo hebben. Tussen de schuur en de schutting in. En daar komt dus een speciaal terras voor. Zodat dat zwembad daar kan staan. Want we willen eigenlijk altijd zo'n zwembad daar. Willen we dat uiteindelijk niet meer. Dan zijn de kinderen uit huis. En dan zien we wel weer wat er gebeurt. Dus dat is de bedoeling. En hij komt dat aanleggen. En als het goed is. Als alles een beetje mee zit. En we kunnen het gespaard krijgen. Dan komt hij volgend jaar onze hele tuin doen. En ja. Hij kan dat. Dus vandaag, die komen hier om 4:30. Maar dan wil ik wel hier de boel even een beetje opgeruimd hebben, luiers gedaan hebben en de kinderen een beetje in het gareel hebben. Maar voor nu, heel eventjes nog pauze houden. Ja, dan zit hij lekker in de brandweerwagen, hè, stoere meneer? Ja. Daar zitten de twee eventjes nog in een eigen wereldje. En de tuin film ik nu niet, want ze zijn daar bezig, dus... Ja. Nou, dit is onze zandbak. Hier is even aan het vegen. Hier lag was het een betonnen rand. Dat heeft... Oude schuttingpaal lag hier. Ja, daar heeft Niels er nou uitgehaald. En eventjes zo gemaakt dat Jordi er met zijn loopwagen overheen kan. En Liam met zijn autootjes. Ja. En daar komt de zwembad. Ja. Het wordt eerst betegeld en dan komt er een zwembad op te staan. Doet dat. En volgende week maakt de jongen het af. Samen met iemand anders nog. En dan hebben we een terras voor... de zomer waar het zwembad op kan. Een goede middag. Het is 11:50. We hebben vanochtend hebben Liam en ik Jordi en Sam weggebracht. Daarna zijn we even gaan naar de winkel geweest. Mocht je zelf met een boodschappen karretje en alles mocht je doen. En daarna zijn we naar huis gegaan. Daar hebben we lekker tijd voor. Elkaar gespendeerd, gewoon knuffelen, spelen, dat soort dingen. Ik heb mijn was aangezet, mijn vaatwasser, et cetera. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Voor de rest, ja, toen was het alweer tijd om Sam op te halen. En Sam ligt nu net op bed. En ja, om 2 uur moeten we Jordi gaan halen. Dus ja, dat is eigenlijk mijn dag. Oh, en ik heb Chudorans meegebracht.
Tenminste, de reden dat ik dat meegebracht is dat ik een soort van vezels of zo binnen moet krijgen. Vitamine C en zo. Want ik merk weer dat ik af en toe alles heb. Mijn lippen zijn zo droog als maar zijn kan. Dus ja, ik merk dat ik bepaalde vitamines even extra nodig heb. Dus die ben ik aan het regelen voor mezelf. Ja, daar ligt Liam onder zijn dekentje. Ik heb een dekentjeskind. Terwijl die eerst helemaal geen deken wou. Maar goed, hij is lekker Mila en Morphle aan het kijken. En het relaxen. En aan het bijkomen zodat hij morgen en vrijdag weer lekker naar schooltje kan en alles doen. Dus ja. Mijn tuin is een zandbak. Niet de hele tuin, het achterste gedeelte. Dus ja, daar wou Liam ook al spelen, maar ik heb gezegd dat dat niet mocht. Dus dan moet ik even een weekje volhouden, want dan komen ze weer dichtleggen. Oh, en dan kan ik mijn tuin ook zomaar klaarmaken. Zodat het in principe gewoon allemaal goed staat, et cetera. En eind mei gaan we het zwembad opzetten. Of halverwege mei. In ieder geval ergens rond die tijd. Zo, het is me weer eventjes geweest om kwart voor om 2 uur moest ik Jordi ophalen. 2:30 is hij uit, maar het duurt altijd wel heel eventjes voordat ik er ben. Dan heb ik hem opgehaald. Toen kwamen we thuis, gauw wat drinken. En toen moest hij om 3:30 bij de fysio staan. Toen ben ik gauw met die andere twee van de Bambix bende naar de Kruidvat even snel geweest. En dan zijn we net weer terug. Het is 4:50. En ik ga nou even wortels schillen. Want dat eten ze hier. En dan dadelijk eventjes de airfryers neerzetten. Wortels op stomen zetten. En zorgen dat het eten klaar komt. Oh yes. Goedemorgen. Zoals jullie zagen ben ik met Sammy al op pad geweest. Liam en Jordi zitten op schooltje. Dat moet dadelijk Liam ophalen. En vanmiddag Jordi natuurlijk. Vannacht dacht deze grote vent van laat ik mama eens even etteren. Dus die kwam bij mij liggen. Ik heb denk ik een paar keer een voet in mijn oog gehad. Ik heb een voet tegen mijn neus aan gehad. Mijn neus is nog steeds een beetje. Hij dacht volgens mij bij zijn eigen laat ik mama gewoon pesten. Dus daar lag hij. Prima. Ik heb wel weinig geslapen daardoor. Maar ja, het kind heeft ook geslapen. Prima. Dus ja, dat. Ja, voor de rest is er eigenlijk niet veel bijzonders. Ik ben gewoon mijn ding aan het doen. En ik doe het vandaag wel rustig aan hoor, want anders haal ik het einde van de dag niet. Dus ik doe het allemaal gewoon lekker op het gemakje. Want weinig slaap is nou niet bepaald bevorderlijk, kan ik je vertellen. Dus ja, ik vind het hartstikke fijn hoor dat hij bij me komt liggen en knuffelen en doen. Vind ik hartstikke fijn. Maar ja, hij had het halve bed en ik lag tegen Niels aan. En Niels die had de andere helft, zeg maar. Dus ik had denk ik 30 centimeter in totaliteit. Ja, yep. Is niet erg, maar ja. Dat. We hebben Liam opgehaald. En iets wat Liam altijd wil, is als hij thuis komt van zijn schooltje, dan wil hij heel graag zijn broek uit. En met een dekentje op de bank en even zijn tablet kijken. Dan moet hij even niks, dan mag hij van alles. Hij heeft zijn flesje op, hij heeft een broodje op. En dan kan hij gewoon lekker even
zijn ding doen. Als hij nog meer honger heeft, geeft hij daar ook aan. Dus dan krijgt hij nog meer. En Sammy, die heeft zijn fles nu ook op. En dan gaat hij lekker naar bed. Hè? Lekker slaapje doen. Gewoon met deze daar pakken. En dan tegen 2:15 maak ik Sam weer wakker. En dan is het tijd om Jordi te halen. Nou, we zijn net onderweg geweest. En we hebben onze Jordi opgehaald. Die is net terug. Die zit eventjes te ontspannen met zijn drankje. Sam die is eventjes aan het drinken met een... Ja, weet ik veel wat, met een filmpje. En Liam... Heb ik ook drinken voor gemaakt? Ja, drinken. Oké. Nou, dat is hoe we hier beginnen. En als ze dadelijk even wat gedronken hebben, et cetera, krijgen ze wel lekkers. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Gisteravond heb ik niet veel meer gedaan. Ik heb gewoon bank gezeten en tv gekeken. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Dus ja, dat. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.